Zo, goedemiddag, daar gaan we weer. Voor de 8e, 9e keer. Ik ben hem even kwijt. 9. 9e keer alweer. Wat gaan we vandaag maken? We gaan vandaag een hele mooie boerenkip. Daar ga ik zo wat over vertellen. Die gaan we grillen. Ik maak een highway chicken, maar net even een klein beetje anders. Die gaan we marineren. In wat zout. Ik heb wat gemberpoeder. Paprika poeder gerookt, maar dan wel de zoete versie. Madras curry. 7 kruiden, Japanse kruidenpoeder. Ik zou wat mais, had ik gezegd, een maiskoffie, maar ja, ook ik grijp wel eens mis in de supermarkt. Dus ik heb een andere maiskoffie, een babymaisje. Als ik een gewone maiskoffie gebruik, dan kun je het op 2 manieren klaarmaken. Je kunt hem eerst koken en dan vervolgens mooi grillen en eventueel met wat boter en suiker voor de kids. Maar je kunt hem ook gewoon rauw, zeg maar, gewoon even olijfolie op het eitje, dat wilde ik eigenlijk doen. En dan snij ik daarna eigenlijk alleen de maiskoffie eraf, of de mais los. Dus nu doe ik deze gewoon in zijn geheel grillen. De groene asperges, gepofte paprika, wat knoflook. En waar het vandaag om gaat is eigenlijk een beetje een wisseltruc. Want ik ga een kippetje klaarmaken. Ik heb er eentje voorbereid. Waarom? Omdat het gewoon anders even te lang duurt. Dus ik ga hem eerst eventjes grillen. En dan ga ik jullie uitleggen. Oh, dat is heel mooi. En dan ga ik uitleggen hoe we dat doen. Allereerst heb ik het eitje 200 graden staan. Ik heb indirect. Ik heb een dripbakje eronder staan. Het eventuele vet niet op de convector valt. En ik heb de kast aangewit. Het kippetje, mooi gemarineerd. Die gaat erop. En ik ga jullie dan zo uitleggen hoe we dat allemaal gaan doen. Bon. Oké, even een verhaal over de kip. Er zijn mensen die denken dat wij met plofkippen werken en dergelijke. Dat doen we niet. We werken alleen met kwaliteit. Big Ben Egg is kwaliteit, onze producten zijn ook kwaliteit. We werken nu met een label rouge kip. Het mooie hiervan is een hele mooie boerenkip. Die kip die loopt eigenlijk los in Frankrijk. Het mooie is dat het kippetje van nature uit al gewoon terug naar het nest wil eigenlijk. Dus 's nachts slaapt hij gewoon lekker met z'n allen bij elkaar in het donker. Dus natuurlijke verlichting, dus geen 's nachts licht, maar gewoon in het donker. Vervolgens is deze al onder de meide 100, 110 dagen oud. Dat is gemiddeld zo'n 50, 60 dagen ouder dan de foute kip, zou ik maar zeggen. Dus dit is echt een heel mooi kippetje. Die gaan we marineren. Dus let er vooral op, zeg maar, als we vlees of vis eten, dat we mooie producten kiezen. Liever iets minder en goed, dan veel voor weinig. De kip. Hoe gaan we dat doen? Ik ga hem uitbenen, highway chicken. Soms wordt de kip eigenlijk opengeknipt op deze manier. Wordt hij opengeklapt en dat noemen we vlinderen. Kun je marineren en dan wordt hij gegrild. Dat is hartstikke mooi. Maar het nadeel daarvan is dat als je dat op die manier doet, dat je ook de botten nog steeds erin hebt zitten. Of het karkas eigenlijk. Nou, ik vind het prettig als we zo'n kippetje dus in zich heel garen. Dit is ook nog eens een keer een snelle manier. Je kunt vrij snel een kip eten. Maar dat de botjes eruit zijn. Dus wat gaan we doen? We gaan de vleugeltjes eraf halen. En dan leg ik hem met de rug omhoog en dan snij ik hem even los, want ik wil dat het vel moet heel blijven. Nou, hier hebben we eigenlijk het tv-stikje, zeg maar. Die snij ik los. Dat doe ik aan de andere kant ook. Het velletje moet heel blijven. Wat je kan zien, waar die scharniert, zeg maar, dan zie je ook van, oh, hier moet ik zitten. Snij hem los. Dan haal ik hem eventjes een klein beetje het vel los. En dan ga ik eigenlijk, hier zie je alweer de poot zitten. Dus hier zit het dijvlees. Hier zit de drumstick eigenlijk, het dijvleesje. Nou, en als ik dan eigenlijk met mijn vinger voel ik waar het bot zit, zet ik mijn mes achter de bot en maak hem los. Dus die is los. En dan ga ik eigenlijk heel simpel, hier zit de kipfilet, ga ik met het mes het karkas volgen. En dan zie je eigenlijk dat hier komt het borstbeen naar voren. Ik weet niet of je het zo kunt zien. Hier zie je het borstbeen. En dan ga ik eigenlijk zo met een mes weer achter, snij ik eigenlijk die kipfilet los. Hetzelfde ga ik dan weer het karkas volgen de andere kant op. Ik kan hem even zo neerleggen, kun je beter zien. En dan volg ik ook gewoon het karkas op deze manier. Nou, dan kom ik hier weer, aan de andere kant, kom ik weer bij die poot uit. Dus die wip ik even los zo, mesje eronder door. Dit gaat lekker in de kippenbouillon.
dan heb ik hem eigenlijk helemaal zonder bot. Het wisboontje is eruit gesneden, die filetjes zitten vast, het velletje is mooi heel. Nou, dan vind ik het fijn om het botje hier ook nog even uit te halen. Van een dijtje. Schraap hem even schoon. Ook weer hier, waar hij is scharnierd. De mes inzetten. Dan is hij los. Ik vind het prettig, vooral is een kip natuurlijk die vrij rondloopt. Dus je hebt vrij veel peesontwikkeling aan deze kant. Dus ik snijd deze eigenlijk rondom los. Peesjes even door. Schraap ik de pootjes schoon. Dan ziet het eigenlijk ook wat smakelijker uit dan als dat potje nog eraan zit. En ik heb gelijk eigenlijk al die peesjes weg. Zo. De andere kant hetzelfde. Potje eruit. En ook hier weer even schoonsnijden, schoon schrapen. En dan zie je dat hij heel mooi schoon is op deze manier. En dan kunnen we zo de marinade gaan maken. Het voordeel hiervan is, als we hem in zijn geheel grillen en we serveren hem zo meteen op een bord, dan kun je dus gewoon met mes en vork heel simpel dit als sharing dish neerzetten. Dat is een hele kip met karkassen erin, met alle botjes erin. En ja, dat is vrij moeilijk verdelen op bord. En niet iedereen houdt van kluiven. Op deze manier is het gewoon heel makkelijk. Oké, wat hebben we gedaan? Dat indirect grillen. Als je hier kijkt wat er gebeurt. Die dome, de deksel is natuurlijk heel warm. Dus je ziet dat hij al zijn warmte straalt naar de filet toe. En aan deze kant grillen we eigenlijk heel mooi. Hij wordt mooi krokant, maar doordat ik indirect grill, zal hij niet verbranden. Dus ik ga deze kip ook niet omdraaien. Ik ga hem gewoon lekker in zijn geheel grillen, net zo lang tot hij gaar is. En dan heb je dus maximaal gebruik van de warmte van je deksel, van je dome. Dus hij ligt eigenlijk indirect, houtskool, hitteschild, cast iron grid en dan komt de kipfilet. En die warmte van boven straalt eigenlijk heel mooi die filet gaar. Nou, door die contactwarmte van die kast eigenlijk wit, het lukt dus niet met een gietijzeren rooster, want die koelt af. En deze blijft mooi zijn warmte vasthouden. Nou goed, we kunnen wel vast een paprikaatje erbij gaan leggen. We hebben nog ruimte over. We hebben wat langer nodig. Hoe lang moet de kip ongeveer, chef? De kip zo ongeveer, dat ligt een beetje aan het gewicht. Deze is iets zwaarder, ik had zo ongeveer een kilo gezegd. Deze 1,4 kilo, die zo ongeveer 20 tot 25 minuutjes. Grill ik je eigenlijk op 200 graden en is die klaar. En wat ik doe, ik draai hem alleen om en gelijk op bord. Dus ik grill hem eigenlijk niet aan deze kant, waardoor hij mooi sappig blijft. Deze leggen we even hierop. Dan gaan we de marinade maken. Gemberpoeder. Eetlepeltje. Paprikapoeder. Ik gebruik de gerookte versie, maar dan wel zoet. Theelepeltje. Madras curry. Theelepeltje. En deze is gevaarlijk. Chili vlokjes, Szechuan peper. Er zit wat citroen of yuzu zit erin. Sesamzaadje. Gemberpoeder. Dus er zitten twee soorten pepers in. Dus ik gebruik hier een halve theelepel van. Maar uiteraard, hou je van pittig, mag je er wat meer bij doen. Ik ga ook theelepeltje zout erbij. Peper doe ik nu niet, want die zit er natuurlijk al in. Dan gaan we er wat knoflook bij doen. Kijk, het mooie hiervan is, het is zo'n kippetje, dit normaal, voor 1,4 kilo ben je toch gauw richting een uur of langer bezig om die kip klaar gaar te krijgen. En op deze manier kun je gewoon een kippetje sferen binnen een half uur. En dat is natuurlijk wel heel mooi. En hij is super sappig. En er zitten geen botjes in. De uitbenen kun je natuurlijk gewoon lekker aan je poelier vragen. Het is natuurlijk wel leuk om het zelf te doen. Want ja, de eerste keer is lastig. Maar als je het een paar keer gedaan hebt, wordt het steeds makkelijker. Het kan zijn dat je eerste kippetje belandt in de soep. Als er echt niks meer van overblijft. Maar nou, het valt best mee. Gewoon even je tijd voor nemen. De kast volgen. Gaat helemaal vanzelf. Chef,
Ja. Ik krijg hier een vraag over een highway chicken, om die te bereiden met een baksteen op de kip. Ja, dat is een andere variant eigenlijk. Dat doen ze eigenlijk omdat het ook het karkas er nog in zit. Leggen ze een baksteen erboven, waardoor die heel plat op het rooster ligt. En daardoor is hij ook sneller gaar. Maar ik ben er zelf geen voorstander van, want daardoor krijg je heel veel druk eigenlijk op die filet. Waardoor je ook vocht eigenlijk uit die kip duwt. Dus ik vind het een leuke bereiding. Maar ik word er niet echt heel vrolijk van. Want wat doe je door die baksteen eigenlijk erop te leggen? Kom je ook ten nadele van je keramiek, zeg maar. Want die doom, als je het niet doet, en dat kan je nu mooi zien. Kom maar mee even het eindje induiken. Kijk, je ziet dat hij nu heel mooi aan het garen is hier. En leg die baksteen erop, zal je veel meer alleen maar de warmte van de onderkant krijgen. Dus dat, ja, dan komt de sappigheid van de kip niet ten goede. Kijk, en hier zie je dat hij al mooi krokant wordt, zonder te verbranden. Dus ja, het kan. Het is een leuke gimmick, maar ik vind het, ben er geen voorstander van. Maar als je kip met een karkas een beetje omhoog blijft staan, heb je daar andere trucjes voor? Ja, goed kijken hoe ik hem uitgebeend heb. Zonder karkas. Maar goed, zonder steen, dan duurt het iets langer. En dan heb je ook de highway chicken. En dan zou ik zeggen, laat die steen weg, want te veel druk. Zo, sommige mensen ook hamburger te flippen en dan te duwen met die spatel erop, dat die sneller gaar is. Maar je duwt het vocht eruit, dus gewoon doodzonde. Dus niet doen. Gaan we niet doen. Geen strafpunten. Een beetje olie hebben we. Dan gaan we de kip eventjes invrijven. En het is natuurlijk lekker om het eventjes wat langer in te laten trekken. Maar dit zijn wel pittige kruiden. Dus op zich, na een minuut of 10, 15 minuten, kun je hem wel gewoon gaan grillen alvast. Nou, eventjes de filetkant. Mooi invrijven. Oh, spannend. Maar zou ik ook eens anders doen? Nou, de leukste. Of je nog gouden tips hebt voor een extra krokant velletje? Ja, ik denk dat dit wel al natuurlijk een hele mooie kip is. Kijk, hoe langer je gaat marineren van tevoren, hoe meer vocht je natuurlijk uit die kip trekt. En hoe vochtiger je vel is, hoe moeilijker het is om een krokant te krijgen. Dus in principe, hoe droger je rub is, dus hoe droger je marinade is waar je die kip mee insmeert, hoe krokanter je korstje wordt. Dus marineer hem niet te lang. En nu marineer ik hem ook niet te lang, omdat er zout in zit. En zout is natuurlijk hygroscopisch. Trekt al het vocht een beetje uit die kip. Dus dat zou eigenlijk het bemoeilijken om krokant te worden. Nou, dat doen we nu niet. En je ziet het eigenlijk al gebeuren. Ik liet het net al zien. Hoe mooi krokant die wordt eigenlijk op deze manier. Super krokant, zonder te verbranden. Nou, en dat komt juist omdat we dus indirect aan het grillen zijn. En dat indirecte grillen, dat zorgt ervoor dat ik gewoon geen vlammetjes, geen vet valt eigenlijk nu op mijn houtskool. Waardoor ik ook geen verbranding krijg. Nou, op deze manier geeft dat rust. En kan ik dus eigenlijk heel lang op die velkant bakken, waardoor die dus mooi krokant wordt. En dat is wat we willen. En dan schiet ik het lijkt nog een in. Ja. Verse knoflook in plaats van gedroogde, maakt het echt verschil? Ja, nou, ik vind van wel. Ik vind de gedroogde knoflook is gewoon wat sterker van smaak. En dat is een persoonlijke voorkeur. Kijk, je kunt ook voor kiezen om een knoflookgranulaat, dus eigenlijk een poeder, wat grovere poeder van knoflook, door je rub heen te doen. Maar het is wel heel sterk van smaak. En de verse knoflook is wat zoeter en is wat meer richting een ui, bieslookachtig. Heeft wel de knoflooksmaak, maar wat eleganter. Dus dat is mijn persoonlijke voorkeur. Maar ben je echt een liefhebber van knoflook, nou, dan kun je natuurlijk gewoon heel goed daar een knoflookgranulaat voor gebruiken. Of de gedroogde knoflook. Dat gaat prima. Asperges. De maiskolfjes. Van de kinderen lekker. Niet te moeilijk. Beetje olie. En wat heel lekker is bij de asperge, vind ik altijd een heel klein beetje die matrascurry. Die pimpt wel lekker gewoon die groene asperge op. En die zijn nu mooi. Je hebt nu mooi de Hollandse groene asperges. Ondertussen heb ik de tijd niet zo goed bijgehouden. Maar ik schat het ongeveer dat hij nu een minuut of 15 zo'n beetje ongeveer op het eitje ligt. En als je dan kijkt wat er gebeurt na 15 minuten, dan zie je eigenlijk dat die borstfilet, die zit er al aardig aan te komen. De dij is ook bijna klaar. Maar je ziet wel dat hij mooi egaal gaat eigenlijk. Dus eigenlijk in een vrij korte tijd komen we op het punt dat hij er al lekker op gaat schieten. Maiskolfjes leg ik erbij.
asperges erbij. Dus ook weer zo'n lekker eenvoudig gerechtje waarvan je gewoon lekker alles in één keer op het eitje kunt gooien. Wat is de kerntemperatuur die de kip straks bereikt? Nou, sorry. In principe de eiwitten stollen op 62 graden. Dat is wel even te laag voor kip natuurlijk. Veiligheidshalve gaan we altijd rond de 70 graden zitten. Dan is je kip gewoon goed gaar, zeg maar. En het voordeel is natuurlijk van het keramiek. Houdt natuurlijk zijn vocht vast. Dus je ziet ook, we staan nu te grillen. Er komt eigenlijk geen spatje rook uit. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. En er komt ook geen vocht uit de kip. Dus het blijft mooi sappig. Dus in principe, als hij 2 graden verder zou zijn, is dat geen ramp. Dan is hij gewoon mooi gaar. En je kunt er altijd voor kiezen. Maar goed, die pootjes zijn ook gewoon gaar. Je kunt er altijd voor kiezen als je echt die poten super gaar wil hebben om die nog even eraf te halen. Maar goed, hij is gewoon zo meteen op 72 graden. En ja, ik doe dat natuurlijk met duim en wijsvinger. Want dat is. Kan haast niet anders. Maar we hebben daar natuurlijk, als je duim en wijsvinger niet zo goed doet als die van mij, hebben we een hele mooie thermometer. En hiermee kun je natuurlijk gewoon al gaan checken van hoe ver zit die. Nou, deze is echt razendsnel. Nou, je ziet dat die filet, moet eventjes het dikste stuk opzoeken. Kijk, die gaat op 71 graden. Nou, dan gaan we even in die dijtje zoeken. Nou, dan zit ik iets te diep, dan raak ik het ijzer. Zo snel reageert die, zie je? Die zit op 66,5. Dus ik wil nog even 2-3 graden erbij hebben. En dan gaan we hem het bordje opmaken. Dit is natuurlijk wel weer zo'n item wat super leuk is, hè? Als je het kippetje thuis namaakt en je kunt laten zien dat je mooi die bordjes eruit gehaald hebt. Of niet, natuurlijk. Dat mag je zelf weten. Maar goed, dan kun je wel deze natuurlijk winnen. We gaan er weer eentje weggeven. Dus ja, ik zou zeggen, post dit gerechtje, de foto zometeen. Of tot en met maandag doen we het weer, denk ik. Ja, toch? Klinkt goed. Ja, tot maandag? Of wat was het? Ja, maandag, hè? Laten we dat doen. Ja, doen we tot maandag. Ja. Kun je gewoon een foto posten. Dus je hebt het hele weekend de tijd. En we hebben natuurlijk een lang weekend voor heel veel mensen. Dus kunnen we lekker... En heb je die mooie case zien. Al laten zien? Oh ja, dat is wel iets heel moois. Ja, al in de detail. Ja, hij zit, want dit is de mijne. Deze krijg je niet. Maar we hebben natuurlijk een mooie nieuwe. Die zit mooi in een hoesje. En daarmee is hij gewoon mooi beschermd. Hij is gewoon super handig. Want weet je wat ook fijn is? Als je hem open doet, hij reageert gewoon onwijs snel. Binnen een seconde geeft hij de juiste temperatuur aan. En je kunt ook nog eens een keer draaien. En dan wisselt hij eigenlijk automatisch. Dus je hebt hem nooit ondersteboven. Dus dat is wel heel tof. Bon. Nou, wat ik net zei. We zitten al op een mooie temperatuur. Ik ga even ruimte maken om een bordje op te maken. We gaan even bij het kippetje kijken. Nou, die legt er gezellig bij. Paprika's ook. En de maïskolfjes. Ja, die zijn ook al mooi. Nou, wat ik nu doe is eigenlijk alleen maar eventjes omdraaien. Nog eventjes een kleine grillstreepje aan de onderkant te geven. Nou, hij is lekker pittig, heerlijk. En dit is wel heel leuk natuurlijk, want wat ik heel fijn vind als je de kip grilt bijvoorbeeld, dat je wel ons eigen houtskool, er zit een beetje hickory erin. En je kunt natuurlijk op diverse soorten houtskool grillen, iedereen heeft zijn eigen voorkeur. Maar wat belangrijk is dat je grove houtskool gebruikt. En het mooie vind ik vooral voor kip en hamburgers. Onze eigen houtskool, die hickory, geeft eigenlijk mooi die roasting taste. En dat is bij die kip is dat waanzinnig lekker. Nou, daar gaat hij. Even kijken. Hier is hij. Kijk, daar is hij dan. Kom maar even dichterbij. Ik weet niet of we dat kunnen ruiken gewoon in beeld. Maar je ziet dus dat hij mooi goudgeel is. En ik weet niet of je dit kan horen. Hij is mooi krokant. En dit is gewoon eigenlijk een super bereiding om gewoon eigenlijk heel simpel, makkelijk en snel je kippetje klaar te maken. Nou, als ik hem aansnij. Kom maar kijken hoe sappig die is. Super sappig. En krokant. En spicy. Nou, wat wil je nog meer? En hoe lang hebben de groentes ongeveer nodig? Nou, de groentes, zo'n paprikaatje. Je hebt een minuut of 8 à 10 minuten voor de paprika nodig.
En die zijn goed. En in principe is het natuurlijk ook een beetje je eigen voorkeur. Want de ene vindt het lekker als hij helemaal gaar is. En de ander zegt van, nou, ik vind het wel lekker als hij nog een beetje een bite heeft. Nou, wat ik lekker vind is om hem op deze manier te grillen. En we laten het nu à la minuut zien. Nou, wat ook super lekker is. Als je hem schoon gaat maken, is het makkelijkst om hem eventjes in het plastic weg te leggen. Dan ga je een soort stoom krijgen, waardoor het velletje eigenlijk heel makkelijk loslaat van het vlees. Dan kun je eigenlijk heel makkelijk het velletje eraf halen. Nou, nu gaat dat ook, maar dan gaat het nog makkelijker. En als je dit dan gedaan hebt, wat is dan het lekkerst, vind ik. Ik doe dit meestal iets eerder, een dag van tevoren bijvoorbeeld. En het lekkerste vind ik als ze afgekoeld zijn, als ze koud zijn. Want dan komt echt mooi die roasting taste nog veel meer naar voren. En als je deze paprika's dan op deze manier, kun je het de zaadjes nog even eruit halen. En als je deze dan op olijfolie legt, dus als ze koud zijn met olijfolie. En voor een klein beetje die tomosu zeg maar laten we zien en laten proeven. Dus die tomosu heel klein beetje van die sojasaus erbij doet in plaats van zout. En een mooie olijfolie. En dit samen proef dan de volgende dag als het koud is. Ja, het is echt waanzinnig lekker. En dat blijft ook lekker. Kun je lekker een boterham doen. Lekker door je salade heen. Dus ja, ik ben altijd wel voorstander als je zoiets doet. Maak dan een beetje massa. Want daar heb je natuurlijk alle dagen plezier van. Hij is goed heet. Hebben we nog leuke vragen? Ja. Je had er een heleboel, maar... Ja, dat klopt. Ben je aan het zoeken? Of hebben ze allemaal al geantwoord? Nee, zeker niet. Ik krijg nog een vraag over de garing van groene asperges. Ja. Nou, groene asperges die kunnen natuurlijk mooi per kan blijven. Ik schil ze ook niet, alleen het achterste kontje snij ik er vanaf. En nu zijn ze even een paar minuten gegrild. 4-5 minuutjes. Dat is eigenlijk al genoeg. Dan zie je dat ze mooi gegrild zijn, maar wel knapperig, sappig en gaar. Nou, op deze manier is eigenlijk ver genoeg. Dus ja, 4-5 minuutjes. Ik heb hier nog een andere interessante vraag. Of door dat prikken met de thermometer het vlees, de zout niet uit het vlees loopt? Ja, in principe, als je natuurlijk op het dikste stuk van die borst prikt, want je wil natuurlijk het dikste gedeelte wil je meten. En omdat je dus eigenlijk vrij rustig grilt op deze manier, staat er niet zo gek veel spanning op. Want je ziet dat ik hem doorsnij en het is niet zo dat die kip leeg loopt. Dus als jij gewoon de juiste gaarheid aanhoudt en je pakt het dikste gedeelte van die kip, dan kun je daar echt wel voorzichtig in prikken zonder dat die kip leeg loopt. Je hebt natuurlijk, als je praat over een plofkip, dan wordt het een ander verhaal, dan loopt het vocht eruit. Maar je ziet, dit is kwaliteit en dit blijft mooi sappig en er loopt geen druppel vocht uit. Ondertussen zal ik ook deze natuurlijk, want we hebben wel wat liefhebbers die willen proeven zo meteen. Gaan we die ook vast erop. Voor straks. Hier is voor straks. Nou, paprikaatjes erop. Asperge erop. Zo'n maiskolfje. Dat is ook super lekker. Die kip die eet natuurlijk ook lekker mais. Biologisch voer heeft hij gekregen. Dus hij krijgt het ook nog eens een keertje terug. Fantastisch leven. Fantastische groentes eromheen. Dan heb ik ook nog een beetje uit eigen tuin. Als Valeska het zie, krijg ik op mijn donder. Maar ik heb mooie platte. Nu schiet mooi die peterselie schiet mooi uit. Dat is lekker geurig. Dus die topjes die zijn gewoon super lekker met die kip. Ik leg een beetje rode paprika erbij. En dan zou ik zeggen... Het is weer een gezellig bordje zo. Op deze manier kun je er lekker van genieten. Zonder dat je die botten tegenkomt. Het is gewoon een mooie sharing dish waar je lekker met z'n allen van kunt genieten. Wil je dan een klein beetje inzoomen? Kunnen ze nog even zien? Kunnen ze nog even ruiken eraan? Het ziet er heerlijk uit. Alsjeblieft. Dit was hem weer. We zien jullie heel graag volgende week weer. Dus vergeet niet die foto te posten. Je hebt het hele weekend de tijd. Je maakt kans op deze waanzinnige thermometer. Binnen een seconde weet je hoe het ervoor staat. Dus je mag ook jezelf prikken als je wil weten wat je temperatuur is. Maar hij werkt onwijs goed. Tot de volgende keer weer.